In een land wat jaarlijks ruim 5,5 miljard euro aan bloemen en planten exporteert, zijn zeker groene vingers aanwezig. Dat plantenvoeding essentieel is om mooie bloemen en planten te kweken, horen we van Pim de Boer van Atami. In Nederland spreken we over een zeer professionele kweeksector. In 2015 hebben we een zeer positief resultaat gehaald. De AGF-sector is namelijk met 3% gestegen. Dat houdt in dat we meer dan 5 miljard aan omzet doen. Het positieve hiervan is dat we professioneel bezig zijn. Daarvoor hebben we ook een goede basis nodig. Hier worden dus professionele voedingsstoffen voor geleverd. De kweker is alleen gebaat bij een hoge opbrengst. Om deze hoge opbrengst te behalen, heeft hij de juiste voedingsstoffen nodig. Dat wil zeggen, de stimulatoren in de fase wat de plant vraagt. Deze balans geeft uiteindelijk ook een hoge opbrengst. Zoals je ziet werken we met verschillende soorten mediums. De verschillende soorten mediums houdt ook in bijvoorbeeld een medium met paliet, een medium op hydrokorrels, een medium op kokossubstraat. Hiervoor heb je ook de juiste plantenvoeding nodig. De plantenvoeding houdt in wat het substraat vraagt. Aarde vergt immers een andere kweekmethode als op kokos. Je ziet op het gebied van de hobbykwekers dat steeds meer de jonge mensen ook de moestuin ingaan. Ze nemen een moestuin en kweken hun eigen groente op. Juist voor de hobbykweker is het heel erg belangrijk om te investeren in de juiste plantenvoeding. Waarom? Hij kweekt namelijk zelf het gewas op van het begin tot het einde. Met het gebruik van de juiste voedingsstoffen krijgt hij een positieve balans en uiteindelijk een heel mooi product. Om een optimaal rendement met het gewas te behalen zijn kwalitatief goede producten nodig. Daarom is Atami naast producent van plantenvoeding ook een onderzoeks- en adviesbureau voor de detailhandel. Het onderzoek naar de plantenvoeding is heel erg belangrijk. Waarom? De plant vraagt immers in elke fase een andere plantenvoeding of een andere stimulator. Dat wil zeggen, de plant die vraagt in het begin een wortelstimulator voor de ontwikkeling van de wortels. Daarna ga je hem de voeding geven door middel van de plantenvoeding. En op het laatst moet je de plant meer fosfor en kalium geven. Hier wordt dus nadrukkelijk onderzoek naar gedaan om zodoende tot een nog beter resultaat te komen. Naar aanleiding van deze onderzoeken zijn er heel veel verschillende soorten plantenvoedingen. Laat je daarom wel adviseren door de juiste voedingsspecialist. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de plantenvoedingen zijn zo vastgesteld dat bijvoorbeeld de plant in de winter een andere voedingsstof vraagt als in de zomer. Zoals bijvoorbeeld een bonsaiboompje of een palmboom. Hier zijn dus ook nieuwe voedingsstoffen voor op de markt. De toekomst voor de branche in Nederland ziet er eigenlijk wel rooskleurig uit. De Nederlandse branche is immers altijd voorloper geweest op het gebied van kennis en producten. Dus wanneer we op deze basis doorgaan, zal het zeker goed komen. Mijn tip is, wij staan aan de basis van de keten. Werk daarom altijd met schone en zuivere voedingsstoffen.